Welkom bij een nieuwe video en dit is een video van de puzzel van duizend stukjes van Jan Verhaasteren, genaamd Winterfair. En de tekening is gemaakt door Rob Derks. Het is nummertje 17453 en uitgifte in 2013. Er staat geen naam op de voorkant, maar wel op de zijkant. En wat zien we hier? Je denkt gewoon een puzzel. Nee, hier zit echt wel een verhaal bij. Want dit is de Margriet Winterfair, die volgens mij tot op heden, 2023 is het nu, gehouden wordt. In ieder geval 2021 werd hier gehouden. Ik denk door corona misschien even niet. Maar hij werd altijd wel gehouden. En wat je hier ook ziet, dat ook de Margriet Winterfair... Margriet bestaat 75 jaar in 2013. En deze puzzel is dus ook in 2013 uitgebracht. En het is een soort samenwerking tussen Jumbo en Margriet. En bijzonder uniek detail. Dit is de eerste puzzel van Rob Derks voor de Jan Verhaasteren Studio. Dat is echt wel bijzonder. En Margriet bestaat dus in 2013 75 jaar. Er is nog meer een ander puzzeltje uitgebracht van 108 stukjes. Een hele platte. En frame puzzel zoals het heet. En dat is ook door de samenwerking van Jumbo met Margriet. Nou, leuke puzzel om te maken. Niet heel moeilijk, maar wel een aanrader.